Goedemorgen. Het is vandaag wel tweede paasdag, maar we zijn wel boodschappen nodig. We weten niet of de winkels open zijn, maar we gaan gewoon even kijken, toch? Bij de Lidl. Ja, we gaan even kijken. We zijn dus weer bij onze grote vertrouwde Lidl. Er gaat niks meer bij de Lidl bij ons. En we moeten best wel veel boodschappen hebben, toch? Ja. Ja, we zijn echt leeg. We zijn best wel leeg, ja. De koelkast is leeg. Maar we hebben ook al een week geen boodschappen gedaan, hè? Nee, dat is goed, inderdaad. Diepvries hoeven we niet heel veel. Lekker stokbrood. Ciabatta. Ciabatta. En dat is de volle kar. We werden ineens gevraagd om niet meer te filmen in de Lidl. Nee, we werden al aangekeken de hele tijd. Hè? Ja, er zat een man bij de ingang en die zat al te kijken naar mijn camera. Wij lopen helemaal niet rond met die camera in de wild te zwaaien en weet ik het. Maar... We filmden alleen wat we in de kar leggen. Ja, we filmden inderdaad alleen wat we in de kar leggen. Maar dat mocht niet, volgens de privacy. Hij vroeg wat we aan het doen waren. Ja. Voor het was. Ja. Hij zocht er een hoop achter, maar dat zit er niet natuurlijk. Maar we mochten dus niet filmen. Maar hoeveel waren we kwijt? 70 euro. Oh, dat is wel een stuk meer dan de vorige keer. Maar we hebben ook echt gewoon een hele kar vol. Ja, is wel weer voor een week genoeg. Denk het ook wel. Een paar dingen konden we niet vinden, denk ik. Maar wel pindakaas. Wel pindakaas, hè? Bij de Lidl. Ja. Dat is top. Het valt mij nog allemaal wel mee. De boodschappen, behoorlijk weer, toch wel weer wat vlees, ja. Kilo kip weer, kipsnitzels, pasta's, broodbeleg, brood en heel veel groentes en fruit, zeepapier. Ja. Ah, 70 euro was het. Prima. Ik vind het meevallen. Ik ook wel, het was echt wel een kar vol. Ja. Kijk wat voor knoepers van een kipfilet dit ook zijn, kippenborsten. Jeetje. Durven ze er vieren? Ja. Vier stukjes. Vrelen. Zakjes. Inderdaad. Oké, we hebben alles mooi ingepakt in zakjes. Kunnen we weer even vooruit. Komt het naar de diepvries. Ja. Vol. Soort van. Nou gaan we even een gruwelijke lunch maken. Een paar lekkere dikke broden gehaald. Ja, dat ziet er echt zo goed uit. Ja, dat is een groot ding, man. Die kunnen wij wel vullen. Heet smakelijk. Ziet er echt lekker uit, hè? Echt wel. De saus nog op de wangen, maar we hebben het eten weer op. En we gaan weer verder rijden. We gaan een mooie kustroute opzoeken. We zijn nu voorbij Palermo. En we gaan nu een uurtje rijden. Waar we morgen een mooie kustroute hebben gevonden. Waar je... Die kun je gaan lopen. Wandelen, ja. Ja. Wandelen en er zijn wat stranden. Dan willen we morgen even kijken, want ongetwijfeld is het nu behoorlijk druk. En al iets te laat om mee te beginnen. Ja, het is al wat later op de dag. Morgen zijn we nog even bezig geweest op de laptop. Dus gaan we nu een uurtje rijden. Ja. Wel aardig Italiaans op de weg. Vreemde plek om stil te staan. Ja, ja, ik ben er ook aardig aan. Ja? Ja, gewoon, je moet gewoon brutaal zijn. Je moet gewoon overal tussen smijten. Maar je moet ook heel goed opletten. Ja, joh. Want ze vliegen zo overal heen. Banen bestaan ook gewoon niet. Ze lijnen en zo, dat doen ze niks mee. Ze rijden gewoon overal tussendoor, van links naar rechts. Ze duwen je aan de kant op een eenbaansweg. Ja. En geen verkeersregels. Nee, absoluut niet. Snelheidslimiet, het is allemaal gewoon een suggestie, zeg maar. Ja. Vooral wat je zelf wil, dat is het motto in Italië op de weg. Dus wij gaan daar mooi in mee. Ja. Behoorlijke file. Volgens mij kunnen we hier binnen. Lijkt er wel op. Hier sta ik al heel erg op de weg. Ik hoop dat er niemand aankomt. Maar we zijn wel weer contant geld nodig, want alles is er weer doorheen. En je merkt toch dat er op heel veel plekjes alleen maar met contant geld te betalen is. Gelukt? Ja. Oeh, dit is mooi water. Zo ja. Het is al een strandje. Er liggen wel lekker mensen. Oh, je begint. Dit moet de parkeerplaats zijn. Ja. Hij had het over dat je in de zuidkant moest parkeren. Dus als we daar even op denken. Om te slapen, toch? Ja. Het schijnt ook dat de mensen weggestuurd zijn. Staat er iets op het bord over slapen? Het ziet er wel druk uit in ieder geval. Het ziet er heel druk uit, maar het is alweer nou, 3 uur. Dus... Wel meer campers. Maar ik denk geen plek. Of er moet toevallig iemand uit zijn gegaan. Kijk, tussen die twee campers in dan. Ja, dat is te krap.
ga even rondkijken. Ja, is goed. En die parkeerplaats hier is behoorlijk vol. Maar ja, het is 3 uur, dus ik denk dat het straks echt wel wat leger wordt. Ja. Alleen. Er komen wel veel mensen weg. Ja, er zijn nu al auto's die al weggaan. Maar wij passen daar niet. Wij komen daar niet. Nee, dat kan ik niet keren. Dus we moeten gewoon even wachten, denk ik. Die auto gaat weg. Dus Annemiek staat klaar om iedereen te blokkeren die erin loopt. Want er komen nog steeds mensen aan. En die moeten niet op onze plek gaan. Ja, we staan. Helemaal geluk. Prima plekje, denk ik. Een van de beste plekjes voor een camper, denk ik. Mooie ruimte, ja. Ja. En daar staan we wel goed. Mooi op tijd in ieder geval, want het loopt nog steeds door, gek genoeg. Ja. We gaan hier even bij de ticket office kijken. Die moeten morgen een kaartje kopen. We staan hier namelijk bij de Zingaro kust. En dat is een natuurreservaat, is ja. Het? Dello Zingaro. Zingaro. En daar zijn een hoop strandjes. Het is een wandeling die je moet doen. Best wel over de rotsen, langs de kustlijn. Ja, je kan het echt alleen lopen doen. Ja, inderdaad. Dit is het laatste wat je kan komen met de auto. En aan de noordkant heb je dan ook nog een parkeerplaats. En dan zit langs die route zitten iets van 5 hele mooie strandjes. Ja. Met baaitjes waar je kan zwemmen. De hele ongerepte natuur. Klopt. En daar gaan wij morgen even een wandeling doen. Ja. En even zwemmen misschien. Ja. Want we zijn ook nog niet eens in de zee geweest. Ik ben benieuwd of het een beetje te doen is. Volgens mij is het al wel redelijk fris, de zee, maar... Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Maar als je goed gezweet hebt tijdens het wandelen is het misschien wel. Ja, want de eerste is volgens mij op 20 minuten lopen. En dan heb je eentje 40 minuten en dan een uur. En die laatste is echt wel, nou... 7 kilometer in ieder geval. Maar dat is dus voor morgen. En we moeten dus even kaartjes bekijken. Ja, die zijn 5 euro, zo te zien. Ja. 8 uur gaan ze open, gaan we nog even checken. Ja. Dan zijn we waarschijnlijk de eerste, want vandaag is natuurlijk nog tweede paasdag. Daarom is het zo druk. En wij willen gewoon het meeste voor onszelf hebben. En het wordt morgen mooi weer. Mooier dan het nu hopelijk, ja. Het is nu echt wel behoorlijk. Waaierig. Ja. Daar begint de route, door die grot heen. En die gaat dan helemaal langs die kustroute daar. Ja, daarachter zien we ook al wel. Oh ja, daar zit zo'n puntje. En daar schijnen allemaal baaitjes te zijn. Het ziet er in ieder geval op de foto's heel gaaf uit, hè? Ja. Ja. Morgen op tijd eruit. En dan maar hopen dat we vandaag niet meer over onze slaapplek gaan praten, vragen. Dat we hier weg worden gestuurd. We horen verschillende verhalen. Ja, het risico is er natuurlijk altijd nog. Ja. Inmiddels is het alweer wat later op de dag en de parkeerplaats is aardig leger geworden. Dus we hebben nu wat meer ruimte voor een klein klusje dat we nog wouden doen. De lampjes die wij in het plafond hebben gemonteerd, die werken heel top. Die zijn echt fijn, die werken op aanraking. Alleen, sommige die zijn van het begin af aan al best wel vervelend. En deze die begon gisteren op hol te slaan en die ging dan zelf aan en uit. En dat komt een beetje door dat draadje dat het contact maakt. Dat is dit kleine draadje. Dat dan op de rand contact maakt als jij het aanraakt, zeg maar. Als schakelaar. Dus die moeten we even vervangen. We hebben dat bij een paar andere lampjes ook al gehaald. Dus we waren ook al voorbereid. En die hebben we ook meegenomen. Want dit is de nieuwe lampjes die we hebben. En deze zijn net iets anders. Deze werken wel op aanraking, maar die hebben niet zo'n raar draadje. En deze zijn ook dimbaar. Die werken super fijn. En daar hadden we nog een paar extra van meegenomen. Dus die moeten we er even inzetten. Dan hebben we wat gereedschap pakken uit de garage in ieder geval. Ik wil direct ook wel die spullen pakken die we morgen nodig zijn. Ja, maar als het mooi weer is, is het niet zo erg om alles eruit te halen. Nee, dat was in de winter was het altijd wel vervelend om die kisten dan eruit te halen. Maar die kisten zijn wel heel erg fijn. Het is echt mega groot. En dan hebben we alle andere opslag die we niet dagelijks nodig zijn nou in. Ja. Houdt de garage mooi toegankelijk en als je alles eruit haalt, dan heb je nog superveel ruimte in de garage. Ja. Nou, we hebben genoeg bij ons. Ja, dit is onze gereedschap. Gereedschapskist. En reserveonderdelen. En reserveonderdelen, ja. Die zijn we nodig. Striptang. Verder niet zoveel, denk ik. Zo is maar eens even, ja. Ja. En voordat we wat doen, moeten we eerst de zekering eruit halen. Dan staat de stroom er niet meer op. Dus het is deze. Het zit gelukkig allemaal met stekkertjes, dus het is niet heel moeilijk. Nee, want die andere ging ook wel makkelijk allemaal. Ja, dat is de oude. En dat is de nieuwe. Ja, er zitten gewoon 2 draadjes op, dus daar moeten we eerst even stekkertjes op maken. Ja. En dus de stukje draad eraf. Zo, die erop. Dan moet ik eerst even testen of je het doet. Ja. Zo belangrijk. Ja! Hij doet het! Oh, hij is echt fel zo. Ja. Mooi. Toch? Haal ik de zekering nog even uit, kunnen we het afmaken. Ja. Ik ben helemaal verblind nu. Goed dat we zoveel spul bij ons hebben. Ja. Komt wel weer van pas. Als je niet te veel hebt, dan heb je te weinig. Ja. Dus nou moet hij weer terug. In zijn holletje. In zijn holletje, stroom die staat er weer op.
Kunnen wij weer rustig slapen? Ja, dat ding in de nacht op je hoofd in één keer aan te springen. Ik heb geen idee hoe het ook kan, maar... Er was iets niet goed met die lampjes meer. Zo. Gelukkig hebben ze hetzelfde formaat. Ja. Mooi, weer een klusje klaar. Ja. Garage nog even opruimen. Spulletjes pakken voor morgen. Ja. Zeker in kap. Kan er weer op. En dan pakken we de kisten weer in. Ja. De kisten die hebben wij van Engels Logistiek. Ze zijn super fijn. Je kan elke maat krijgen die je wil. Wij hebben hier in de garage veel het geleidensysteem gemaakt van plastic hoeklatjes. Van die, hoe heet die, broekrammen volgens mij? Ja. Oogjes. Spanbandjes eromheen. En dan kan je alles heel mooi vastzetten. En die zijn ook ideaal voor overige spullen. Dus je kan je spinners overal heen en weer binden. Ze zijn echt super stevig. Ja, echt heel fijn. Past super veel in. Die zit er helemaal ingepakt. En dit is ook echt de zwaarste. We hebben gewoon heel veel spullen bij ons, maar je moet jezelf wel kunnen redden, vind ik, onderweg. Dus niks is overbodig, vind ik. We hebben in het half jaar al superveel gebruikt, dus. Ja, echt wel. In Noorwegen en Zweden hebben we zelfs gekit en... Ja. Ja. Komt altijd van pas. Echt wel. En anders kun je er een ander mee helpen. Ja. Zo, die staan weer vast. Bedankt voor het kijken en zien jullie morgen. Dan gaan we hiken langs de stranden. Ik heb er zin in. Doei doei.